Goedenavond. Zo, nou, kijken of ik ook te zien ben. Dat is ook altijd wel leuk. Zoeken op Facebook, zegt hij dan. Dan gaan we mezelf maar zoeken. Even kijken. Facebook is een beetje raar aan doen. Ik ben ineens al mijn... ik had ingesteld welke groep ik als eerste wil zien. En op de een of andere manier heeft hij dat allemaal weggevaagd. Bekijk een ondertiteling voor je audio en video. Nou, ik denk dat jullie mij wel kunnen verstaan. Dus daar doen we niks mee. Ook al een nieuw. Goedenavond. Hallo. Even kijken wat mijn midden is. Ik denk dat dit ongeveer mijn midden is. Nou, dan kan ik hier vandaan wel werken. Ja, nou. Ik zie geen opmerkingen binnenkomen. Dus ik denk dat jullie allemaal aan het luisteren zijn. Dat het allemaal wel goed komt. Ik hoop dat jullie mij verstaan en dat jullie mij zien. Als dat niet zo is, dan hoor ik het graag. Of dan lees ik het graag. Ik wacht heel even, ik zie geen enkele opmerking. Dat is een beetje raar. Normaal gesproken zie ik altijd een hele berg opmerkingen. Als ik er binnenkom. Dat is vaag. Oké, ik zie geen opmerkingen. Ik kan dus ook niet met jullie meepraten. Ik ga er heel even uit en weer erin. Issues altijd met Facebook. Overzicht, live chat, mijn antwoorden en mee. Even kijken, live chat. Ik kan de opmerkingen niet zien, mensen. Ik weet niet waar het misgaat. Dit is weer nieuw, die heb ik echt nog nooit... Deze heb ik echt nog nooit meegemaakt. Dat ik gewoon geen opmerkingen kan lezen. Nou ja, goed. Ik ga maar gewoon mijn ding doen. Ik kan niet met jullie meekijken. Heel erg vaag. Heel erg vaag. Opmerkingen worden hier weergegeven. Nou, ik zie geen enkele opmerking. Ik ga er toch nog een keer uit. Ik kan niet uitstaan. Is het niet te geloven? Dat ik dat niet zou kunnen zien. Nee, echt niet. Nou, oké. Ik hoop dat jullie er zijn en anders dan komt hij vast op YouTube te staan. Ik ga aan de slag vandaag met postzegels. Er werd aan mij gevraagd om te laten zien hoe ik deze postzegels heb gemaakt. Nou, ik ga ongeveer hetzelfde doen, maar dan niet in kerstsfeer. Deze die zijn allemaal in kerstsfeer gemaakt. Die ga ik gebruiken. Die ben ik al aan het gebruiken, want ik ben al bezig met mijn december... journal. En ik denk dat er vanavond ook heel veel mensen meedoen. Ik denk dat dat vanavond is met de workshop van Annette. Dat is op dit moment volgens mij. Dus ja, ook logisch dat ze met de december DPD bezig zijn. Het is allemaal prima. Ik ga de postzegels maken, maar dan anders vandaag. En ik ga die verwerken op een slimline kaartje. En dat slimline kaartje, dat heb ik gestanst. Kijk of je zo beter kan zien. Met een stans van Alice van Janine's Mindful Art. Ik weet even het nummer niet uit mijn hoofd, maar ik heb hem laten linken. Dit is een erg leuk formaatje en ik vind het nog steeds een superleuke stans. Dus ik dacht, waarom pak ik die er niet gewoon nog eens een keertje bij? Ik bedoel, dat is net zo leuk. Dit is de stans waar ik het over heb. Ik weet niet of die inmiddels nog te verkrijgen is. Zo niet, dan wordt die waarschijnlijk wel weer bijbesteld, want het is een ongelooflijk leuke stans. Waarom? Je kunt hem gebruiken... in je planner. Als je niet van de planners bent, geeft dat niks, want je snijdt dit gedeelte eraf en je hebt een volledige kaart. Maar je kunt ook zeggen dat je een deel van het, pagina eigenlijk, maar gebruikt voor een kaart. Maar je kunt natuurlijk ook los gebruiken en dat ga ik vandaag doen. Ik moet hem een beetje in de buurt houden, want ik heb de buitenkant, zeg maar, deze stans, heb ik al wel gebruikt, gestanst. Maar de binnenkanten nog niet. Dat ga ik zo meteen met jullie samen doen. En dat is ook waar ik zo meteen mee ga beginnen. Ik leg deze heel even apart. En ik zie ineens jullie opmerkingen. Ik zie ineens jullie opmerkingen. Nou, dat was een hele vreemde. Dat was weer een nieuwe. Ik ga in elk geval de matlaag... Nee, ik ga dat trouwens nog helemaal niet lijmen. Misschien wil ik het wel omhoog hebben op een of andere manier op een later moment. Ik ga deze heel even apart liggen. Dit heb ik al gestanst. Dat hoef ik verder niet zoveel aan te doen op dit moment. Die laat ik hier even liggen.
dat je die kaart ook kunt maken met losse postzegels. Dat heb ik ook al een keertje laten zien al. Ik weet niet of jullie hem gezien hebben, maar dit is ook met allemaal losse postzegels gemaakt. Het is een pop-up kaartje, een dubbel pop-up kaartje. Het is allemaal niet zo heel spannend. Ik heb het niet heel netjes gemaakt, want hij hoort uit te lijnen. Dat doet hij niet helemaal. Nou ja, oefening baart kunst. Maar hier zitten ook nog een paar van die postzegels in. Dus ik vind het gewoon heel leuk om hier kaartjes van te maken. Wat heb ik er allemaal bij gepakt? Nou ja, die pagina voor de postzegels. Ik heb, en daar heb ik dit gedeelte ook van gestanst. Van Fortunine & Market de Peach collectie heb ik gekocht. En daar heb ik de mini collectie pack. Nou ja, je kan wel zien, ik ben ermee aan de slag geweest. En daar heb ik deze mee gebruikt. Ik heb ook van diezelfde collectie, heb ik die acetaatbladeren en met de vlinders. Die ga ik sowieso ook gebruiken. En deze. Dit is het collagepapier, dat ga ik ook gebruiken. Dus daar ga ik in eerste instantie mee de postzegels maken. Nee, de chat loopt nou weer helemaal niet door. Bij mij ook niet. Nee bij mij stopt hij ook. Nou ja, alle. Deze. Nou ja, je kunt vouwen en scheuren. Ik vind het fijner om te knippen. Maar dat is helemaal aan jou. En ik heb heel veel last van mijn ogen. Dus ik ga mijn leesbril er even op doen. Tegenwoordig een leesbril. Zeker als ik 's avonds bij kunstlicht zit te knutselen, dan is het soms heel lastig om iets te zien. Dus ik heb op het ogenblik heb ik dat brilletje af en toe gewoon nodig. En zeker bij avond kunstlicht. Nou, ik vind het fijn om te knippen. Vind jij het fijner om te scheuren? Is dat natuurlijk helemaal aan jou. Maar ik ga hier wel allemaal losse postzegels van maken. Nou ja, de chat loopt inderdaad niet door. Nou ja, goed, voilà. Het is. Ik kan er toch niks aan veranderen op dit moment. Ik hoop dat het goed met iedereen gaat. Laat ik het daarop houden. Ik ben zelf flink ziek geweest. En nou, ben er weer, dus nou, lekker. Vorige week zou ik live gaan, dat ging niet. Maar toen heeft Sabine voor mij ingevallen, lief. Dus dat was fijn. Even kijken. Ik heb het er helemaal af. Ja. Nou, dit is gewoon eventjes een doeklusje. Het doen klusje. Deze er eerst even afhalen. Dit is op de een of andere manier heel leuk om te doen. Ik weet niet waarom. Het maakt zo'n leuk geluidje en het is gewoon echt heel grappig om te doen. En dan zo. Allemaal los bij mijn trui haken. Ja, die chat loopt inderdaad. Ik zie alleen maar staan, die chat loopt niet door. Bij mij ook niet. Ik was al blij dat ik iets zag. Daar kunnen we allemaal weer niks aan doen. Facebook heeft weer zijn issues. Ik weet niet hoe het overdag geweest is. Ik heb bij een volleybalwedstrijd, bij een voetbalwedstrijd, en weet ik het allemaal. We waren een beetje druk hier vandaag. Dus ik heb geen lives kunnen meekijken. Ik weet niet of de dames last hadden, maar we doen het ermee. Zo. Nou, je hebt aardig wat postzegels zo in één keer. En de laatste. Nou, ik heb voor bruin gekozen trouwens, omdat ik het mooi vind staan bij, dat, bij de oranje tinten. En ja, dan vinden we dat ook wel leuk om te gebruiken hiervoor. Nou, om de binnenkanten te kunnen maken, heb ik deze binnenkantjes ook nodig. Die horen bij de postzegel, om het zo maar te zeggen. De matlaag van de postzegel. Die heb ik daarvoor nodig. Ik ga ze niet allemaal maken, want dan ben ik gewoon een paar uur verder. Dus ik ga er een paar uitzoeken om te maken.
Ik ga even kijken welke ik wil maken. Ik klets gewoon door hoor, ondertussen. Nou, dit is gewoon even een kwestie van kijken wat er past. En wat een beetje leuk is om bij elkaar te doen. Even kijken. Deze is niet helemaal lekker. Ja, zo komt hij helemaal uit. Dus deze ga ik niet maken. Nee, dan gooi ik opzij. En dit wordt uiteindelijk de kaart, om het zo maar te zeggen. Dus hier wil ik de matlagen van maken. Dus moet ik zo meteen heel even passen en meten of ik de juiste ga stansen. Ik heb mijn mini fase erbij gepakt. Een mini stansmachientje. Kan ik ze doorheen halen. En ik ga de matlaag maken met het collagepapier. Van Peach 49 en Market. En dat moet dan wel een beetje dus te donker papier zijn waar ik nog wat mee kan. Dus waar ik op kan stempelen of waar ik wat leuks mee kan doen. Nee, je ziet al dat ik er ook alweer mee aan de slag ben geweest. Gewoon omdat ik het echt onwijs leuk vind. Die hanen ook geweldig. Dit is sowieso ook wel leuk om te gebruiken. Ik kan er misschien iets op stempelen, maar daar heb je al een ander idee bij. Een ander idee voor. Hier kan ik op stempelen. Psychedelic. Het is echt wel heel leuk papier hoor. Hier kan ik ook op stempelen. Hier kan ik ook op stempelen. Die vlindertjes zijn ook leuk. Collagepapier, ja, ik gebruik het best vaak. Ik weet inmiddels ook een beetje hoe ik het moet gebruiken. Ik ben er al een keertje eerder mee live gegaan. Om er collagepagina's voor in mijn journal mee te maken. Daar kan je natuurlijk ook een kaart mee maken op die manier. Oh, hier zitten allemaal leuke tekstjes nog op. Dat zijn alle papiertjes bij elkaar. Nou, ik denk dat ik daar wel genoeg aan heb. Aan wat hier ligt. Een beetje in al die tintjes. Nou, helemaal leuk. Even kijken. Deze hoort hierbij. Ja. En dan is het eigenlijk een kwestie van de matlaag uitprinten op papier wat jij leuk vindt daarvoor. En als we dat gedaan hebben. En bij dat met deze kerstpostzegels heb ik eerst gewoon allemaal van Tim Holtz was dat. Allemaal papier gewoon op een blaadje geplakt. En toen ben ik ook zo gaan stansen. Dus heb ik eigenlijk mijn eigen achtergrondpapier gemaakt. Door gewoon van alles aan elkaar te plakken. En toen ben ik ook gaan stansen. Dan wel een beetje rechts hebben, Rianne. Ja. Nou, ik vind het onwijs leuk dat jullie er zijn. Ik kan niet met jullie meelezen, maar ik blijf gewoon lekker kletsen. Ups, kijkje. Zo. En die past hier dan heel mooi in. Nou, dit is dan echt een kwestie van even doen, hè. We moeten gewoon even kijken van, nou, wat vind ik leuk om een beetje bij elkaar te hebben. Wat past er een beetje goed bij elkaar? Dit is de vierkante. Dat is deze. Ja. Vind dit stukje wel leuk. Dit is even een doe-klusje. Je kunt ook zeggen van ik doe alles op hetzelfde papier en ik, oh,
Ik ga ze gewoon met z'n allen tegelijkertijd stansen. Dat kun je ook vooral doen als je dat wilt. Geen enkel probleem. Er zit hier, en dat vind ik persoonlijk wel leuk, heel veel maten, verschillende maten postzegels in, om het zo maar te zeggen. En dat is natuurlijk, ja, ik vind dat heel erg leuk. En welk is dit? Ik denk deze, ja. Yeah. Dat is de voorkant, deze kant. Weer schuin. Niet schuin gaan. Zo. Het is ook echt weer helemaal pikdonker als je buiten kijkt op dit tijdstip. Het is ontzettend snel gegaan voor mijn gevoel dat het ineens weer zo donker is. En 's morgens ook als je naar je werk gaat is het alweer donker. Dat je echt denkt, oh mijn hemel, het is nu alweer hartstikke donker. Dat is denk ik deze. Ja. Deze is wel leuk hierbij. Ik merk het ook aan live gaan. Nou heb ik wel fel licht aangedaan. Ik denk dat ik ook wel goed te zien ben. Ik denk, nou, dan maar even weer een tandje omhoog met het filmlicht, om het zo maar te zeggen. Want het is gewoon echt helemaal donker. En nou is het vandaag nog niet eens zo regenachtig geweest. Maar gisteren was het de hele dag donker met al die regen. Dus wij hadden hier heel veel regen gisteren. Hoort een beetje bij de tijd van het jaar natuurlijk. Hoppakee. Het is even zoeken soms welke matlaag erbij hoort als je ze allemaal al een keertje hebt uitgestanst. Maar deze hoort hierbij. Dat is dan wel duidelijk. Kijken of ik het twee tegelijk... Zo. Nou, ik kan echt helemaal niet meer met jullie meelezen nu. Ah, fijn. Maar ik was blij dat het vandaag niet zo keihard regende. Want mijn jongste die had voetbalwedstrijd. En dan is het niet zo fijn aan de kant staan ook niet. Maar ook niet om te voetballen als het zo hard regent. Mijn dochter die zit op volleybal. Dus dat viel mee. Die zaten in een sportzaal. Maar daar kennen ze tegenwoordig ook geen verwarming meer. En die meiden met dat volleybal in die hele korte broekjes. Dus als je dan een tijdje langs de kant zat, kreeg die het ook steenkoud. Dan gingen de jassen gingen aan en de truien gingen aan. Wat ik snap. Wat had ik nou? Deze. Want dat is natuurlijk niks als het zo frisjes is. Even kijken. Is dat deze? Ja. Dus we hebben de dames maar flink aangemoedigd vandaag als ouders. We hebben ze ook lekker voor schut gezet. Want het is een beginnend team. Ze zijn gewoon nog niet zo goed. En ze moesten tegen de kampioenen vandaag. Dus het was, we zagen de bui al hangen, om het zo maar te zeggen. Dus ze deden het eigenlijk hartstikke goed. En elke keer als ze dan een punt hadden, gingen we een weef doen als ouders. Nou, ze schaamden zich natuurlijk dood. Hè. Ze allemaal meiden van 14 en 15. Die hadden zoiets, oh mijn god, mijn ouders mogen nooit meer mee. En toen uiteindelijk hebben ze zelfs van de 4 sets die ze dan moeten spelen, hebben ze er ook eentje gewonnen. Dus nou, dat was echt helemaal niet verkeerd. Ze hebben echt goed staan spelen, de dames. En dat was dan erg leuk om te zien, moet ik eerlijk zeggen. Dat ze dan zo onwijs hun best doen en dat het ook lukt dan. Dat gun je ze dan ook. Want ja, het is nogal wat. Nee, ik dacht dat ik hem had. Deze dan. Nee. Ja, hierbij.
Dus ja, we hebben ze even lekker voor schut gezet, want dat kun je heel snel doen, hè, met pubers. Schamen ze er overal voor. En uiteindelijk hadden ze ons als ouders, de dames die langs de kant zaten, hadden ons gefilmd terwijl we een weef deden. Dus ja. Mochten er vragen zijn, ik ga proberen om terug te scrollen strakjes. Ik kan me zo maar voorstellen dat je je afvraagt, ik noem maar wat, waarom ik dit allemaal apart doe. Nou, dat komt omdat ik overal een ander papiertje voor wil. Nou, deze hoort toch echt hierbij. De laatste. Laatste, welke is dit? Deze, denk ik. Ja. De laatste alweer. Laten we die maar hier doen. Omdat ik overal een ander papiertje voor wil. Daarom was ik hieraan begonnen. Om het alles apart te doen. Maar ik ben bij de laatste beland. Ik snap dat het niet het allerinteressantste is om naar te kijken. Maar het is toch iets wat moet gebeuren. Zo, nou. Gedaan. Alle matlaagjes zijn gestanst. Dan kan het stempelen beginnen. Dan pak ik heel even dit kladblaadje voor. Wat ik doe, ik ga per matlaagje stempelen en kijken of ik iets leuks kan toevoegen. Dan gaan we er gewoon een heel eigen geheel van maken. Ik heb een aantal stempels erbij gepakt. Even kijken. En voor degenen die nieuw binnenkomen, de chat loopt inderdaad niet door. Ik kan jullie opmerkingen niet lezen. Even kijken. Ik heb hier de tickets. Ik heb hier, oh, dat is een kerst. Dat is niet zo heel handig. Die had ik wel gebruikt vandaag voor wat anders. Een van de nieuwe stempels waarbij ik dit echt een briljante stempel vind, is dat te zien. Dat is van een brief. Zo'n beetje zo'n vintage airmail envelop, om het zo maar te zeggen. En die heb ik vandaag, je kan een beetje zien, met blauw en rood. Dus stukje voor stukje voor stukje voor stukje voor stukje voor stukje blauw en rood gemaakt. En met de stempelhulp elke keer zo gestempeld. Super leuk geworden. Ik vind het echt een geweldige stempel. Dit is een andere nieuwe stempel. Dat kan waarschijnlijk ook heel leuk gebruikt worden hiermee. En ik heb nog twee. Dat ik ook van jou en de mij niet bellen stempels erbij gepakt. Want ik denk, misschien staat hier wel een hele leuke tekst op. Die we kunnen gebruiken. Dus dat heb ik. En ik had vooral laten zien dat ik de acetaat bladeren heb. Nou, laten we maar eens even kijken wat leuk is. Even kijken. Het enige waar ik niet op heb gelet, is hoe ik het ook alweer allemaal bedacht had. En dat is wel heel even nodig om te weten hoe ik moet stempelen. Dat heb ik niet zo slim gedaan. Zeg het maar. Deze had ik volgens mij hier. En die had ik volgens mij hier. Meestal maak ik een foto, maar ik ben nu aan het filmen met mijn ding. Ik had hem net helemaal bedacht. Maar hoe had ik hem bedacht? Zo. Dan weet ik heel even of ik hem rechtsop of niet rechtsop moet stempelen. Anders dan gaat dat straks fout. Oké. Okay. Zo. Nou, deze haal ik er ook alvast even uit. En die ga ik ongetwijfeld ook gebruiken. En dan vooral de wat kleinere acetaat items.
Zo. En dan... Nou ja, helemaal geweldig om erbij te gebruiken. En dat komt vast ook wel goed. Ik wil even zien wat ik heb. Dus ik leg altijd alles helemaal om me heen. Omdat ik anders niet zie wat ik heb. Even kijken, de kleintjes er een beetje uithalen. Nou, ik heb de kleintjes er wel een beetje uit gefilterd. Denk ik. Zo. Nou. Daar gaan we. Ik vind deze wel leuk. De vierkanten. Om het zo maar te zeggen. Om te kijken of ik hier één tekst op kan stempelen. En het liefst dan een Nederlandse tekst. Kijken of er iets is wat daar een beetje goed op past. En of er misschien nog meer op gestempeld kan worden. Of dat we er nog iets bij kunnen doen. Even kijken. Ontzettend veel stempels. Je blijft daar. Ik vind het er wel al heel leuk uitzien als ik het zo op het scherm zie. Ja, dat vinden we leuk. Lekker ding, het is misschien wel leuk. Die zijn allemaal een beetje te groot. Ik had een beetje gehoopt dat het wat ietsje meer zou passen. Lekker ding. Wel heel erg leuk. Die gaan we gewoon doen. Want gefeliciteerd is te breed. Die kan trouwens wel op die liggende. Dus dat vind ik ook wel leuk. Nou, pakken we even het inkt erbij. In dit geval denk ik dat ik gewoon ga werken met zwarte inkt. Een gewone, simpele, zwarte inkt. Ik heb ook... Ach, kriebelneus. De pijnkoon en de volle liefde bijgepakt. Maar ik denk dat dat iets te veel hetzelfde is als de rest. Vooral dat volle liefde. Het is gewoon precies de kleur van het papier. Dat wordt wel heel erg saai. Dat gaan we niet doen. En dat lekker ding ga ik dan in twee delen stempelen. Omdat ik het onder elkaar hierop wil hebben. Ik het heel even een beetje naar me toe halen. Anders dan wordt het niks. Nou. Toch ietsje schuin, maar goed. Even goed schoonmaken. En dan gaan we het dinggedeelte doen. Die is helemaal schoon. Die kan weer terug. Er staan hier echt zulke leuke teksten op deze stempelset. Echt zo grappig.
Nou, die houden we even erbij. Voor de leuke, grappige dingetjes. Dit is een van de nieuwste setjes. We gaan er gewoon een paar leuke dingen uithalen. En dit is leuk als accentjes. En dan kan je best wel een andere kleur. Waar is mijn acrylblok gebleven? Het is echt onvoorstelbaar hoeveel ik kwijt ben terwijl ik hier zit. En het net nog gebruikt heb. Ik zit er waarschijnlijk zwaar overheen te kijken. Ja, hier zie je. Kijk er zwaar overheen. En dan kan ik natuurlijk wel een van de lichtere kleurtjes voor gebruiken. Kijken hoe dat uitpakt. Dat is nog best wel heel donker. Dan kan ik beter eventjes een van de Distress inktjes erbij pakken. Nee. En dan kan je natuurlijk net niet die je nodig hebt vinden. De vintage foto, ja, die kan ook. Die kan ook. Zo. Oh, ik kan een paar dingen lezen. Jullie hebben het over Annette Workshop. Ja, die is... Ik zie zeggen, ze is heel erg snel. Maar dat is ze echt, hè. Ze is echt razendsnel. Dat is echt... Moet je hard, heel hard werken om hem bij te houden. Maar je kan altijd terugkijken. Het is niet zo dat je dat meteen verdwenen is. Het blijft gewoon staan. En het is natuurlijk ook, het is ook een hele grote. Het is ook veel, hè? Dus het is ook heel logisch dat ze. Te snel gaat, want anders redt ze het echt nooit in de tijd die daarvoor staat. Ja, dat is beter. Dit is de kwestie van kijk wat je hebt aan stempeltjes en leuke dingetjes en noem het maar op. En dan kijken wat een beetje leuk erbij past. En dan kijken of het hier allemaal een beetje leuk op past. Lijm. Zo. En die komt hier. De volgende. Die vind ik misschien wel leuk om eventjes een randje te geven. Hier eventjes een vlindertje door de helft knippen. Dan kan ik hem twee keer gebruiken.
En dat vind ik dan wel net zo leuk. En dit is natuurlijk helemaal doen wat jij leuk vindt. Welke stempeltjes je toevallig in huis hebt. Gebruik wat je hebt, zeg ik altijd. Dat doe ik ook. Ik heb dit toevallig allemaal. En hij staat weer stil. Ik kon echt eventjes meelezen dat sommigen naar Annette moeten. Wat ik helemaal snap. Is natuurlijk ook super leuk. En ik ga gewoon ondertussen door, want ik kan toch niet meelezen met jullie. Heel af en toe geeft hij zomaar ineens 2 of 3 opmerkingen vrij. Die alvast even doen. Die wil ik ook met zo'n randje. Ik vind dat toch wel leuk. En dan wil ik de gefeliciteerd. Die had ik ook hier ergens. Ja. Leuk. Zo, ik word er ook helemaal stil van. Ik kan niet met jullie meekletsen. En dan ben je zo lekker bezig. Want dit is wel heel erg fijn om te doen hoor. Je bent gewoon lekker ontspannen je ding aan het doen. En dat is nooit verkeerd. Zijn kop. Deze is ook wel leuk, belangrijk. Het is ook belangrijk als iemand jarig is. Ja. Oh, dit is echt ook wel helemaal geweldig om te doen dit. En hij staat weer helemaal stil. Maar goed. Even kijken hoor. Een leuke om er overheen te doen. En de handtekening. Die zijn leuk. Helemaal weg van die nieuwe collectie van... De Planner Essentials. Echt super leuk. Moet ik wel een beetje van het vintage houden. En dat doe ik.
Zo. En dan heb ik nog, ik vind het wel leuk om ook wat blaadjes af te knippen. En dan ga ik gewoon ook met wat blaadjes aan de slag. Kijken of dat deze leuk zijn, dan zie je het niet meer. Deze zijn ook wel leuk. Deze zijn wel heel duidelijk, dat is handig. Een klein schaartje pakken. Ga ik gewoon losse blaadjes erop doen. Dat is wel heel leuk om te gebruiken. Een klein accentje op de postzegel. Net even wat. Maakt het net even leuker. Net is doorzichtig. Dus ja, waarom niet? Straks even plakken. Ik heb er alweer een lekkere bende van gemaakt om me heen. Jongen, jongen, jongen. Daar ben ik dan toch wel heel erg goed in. Zo'n bende maken. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar mijn huiskamer. Echt, ik zit nog steeds in de huiskamer. Ik heb nog steeds geen hobbykamer, maar goed, ooit. En die ligt helemaal vol met, ik ben de hele middag, zodra ik klaar was met alle wedstrijden van de kinderen en boodschappen doen en de mikmak, heb ik eventjes aan een projectje gewerkt voor het designteam van Hobbyvision. En dan ben ik een paar uur mee bezig geweest en toen ben ik gaan koken en dit weer voorbereiden. En toen gaan we achter elkaar door. Oh. Maar dan is het hier echt helemaal ontploft, dus het is een lekker zootje hier. Om het zo maar te zeggen. Ik vind het wel leuk om een nummer te doen. En dan heb ik net de stempel met de nummers boven. Dat zul je altijd zien dat ik die dan niet hier heb. Of misschien is het wel leuk om een eyelet te gebruiken. Ja, ik ga een eyeletje gebruiken. Licht goud. Die heb ik wel in de buurt, mijn Big Bite. En nog zorgen dat ik niet alles omgooi. En hiervoor ga ik hem alvast even plakken eerst. Oh, het is ook een chaotisch gezicht op het scherm. Al die spullen. Dus een beetje weg aan de kant leggen. Zo. Dat scheelt alweer een beetje. Nou. Gaatje erin. Pletten. En alweer klaar. Nou, komen er wel. Ik vind het wel mooi. Ja, ik vind toch die ton-sur-ton kleurtjes erg mooi. Een beetje dat bruin en dat oranje tinten. En dan in verschillende tinten, bruin en oranje. Ik vind het wel wat hebben. Ik heb heel even vanmiddag gedacht, moet ik met heel erg contrastkleuren gaan werken? Maar ik dacht, ja, niet doen misschien. Gewoon niet doen. Feestje. Want die Nederlandse stempelset, die heeft heel leuk sowieso vrienden, feestje, trots, genieten, jarig. Ik ga feestje gebruiken op deze.
Zit ermee aan mijn handen. Dat is niet heel handig. Ja, helemaal leuk. Zo. Waar is nou mijn ding met mijn blaadje? Want die had ik natuurlijk ook weer geschoven net. Ik wil wel eigenlijk degene waar ik de blaadjes van afgeknipt heb gebruiken. Ja, dat is een goeie. Nou, dan moet ik toch maar even een nieuwe pakken. Want die heb ik even niet apart gelegd. Dat heb ik niet zo slim gedaan. En die vind ik nou natuurlijk niet even 1, 2, 3 terug. Nee. Nou, pakken we toch even een andere erbij. Plastic een beetje eromheen wegknippen. Dan komt het ook wel goed. Ach, wat op mijn papier, ja. Nou ja. Oh, dat is niet zo erg. Deze is het natuurlijk, ja. Oh, erg, hè? Te veel spullen om me heen. Dat zag ik trouwens, dat je dat zei. Dus hij heeft zomaar ook weer een opmerking vrijgegeven. Nou, nog 3 te gaan. Ik ook weer eventjes het randje doen. En deze die kwam. Hoe? Zo. Ik vind dat pijltje wel leuk. Altijd leuk, die accenten stempeltjes. Zo. Irritant als we niet met elkaar kunnen communiceren. Ik zie heel af en toe een opmerking voorbij komen. Maar echt ook heel af en toe. Het is wel heel raar, want het is net of ik in mijn eentje hier in de woonkamer tegen de muur aan zit te praten. En ik zie gelukkig wel dat jullie er zijn, want dat vind ik altijd wel heel fijn. Maar het is echt zo raar. En als je de opmerkingen ziet, dan heb je nog zoiets van, nou, ik ben niet alleen. Oh, ik zie je nou in een paar weer. Oh, hij loopt. Hij loopt. Ja, Facebook heeft rare dingen soms. Laten we het daar maar op houden. Dat het af en toe een beetje bijzonder gaat. Ik ga deze een klein beetje plastic eraf. Er zit een beetje veel omheen. Zo. Niet nodig zoveel. En hier hoeft eigenlijk geen stempeltje op.
Want dat collagepapier, dat heeft al ook hele leuke tekst. Hier zat honey op. Die komt hier. Die had al heel veel tekst. En dan moet ik natuurlijk nog even wat leuks doen met de grote. En dan is het denk ik wel duidelijk hoe ik dit doe. En er waren vragen over hoe maak je die postzegels. Nou, zo. 1 voor 1. En dat is even een klusje. Maar wel heel erg leuk om te doen. En wat je er dan mee doet, is natuurlijk aan jou. En om in een journal te gebruiken, of zoals ik nu doe op een kaart. Of, nou, het is gewoon echt een hele leuke manier van een achtergrond creëren. Vind ik, persoonlijk. Dit is net iets te groot. Laat ik een andere Nederlandse teksten. Ding. Hier zo. Het kan precies zo, maar dan is het niet meer leuk. Even kijken wat er past. Deze net niet. Hoera past ook niet. Wiehardig past ook niet. Ik ben nou een beetje in de pech dat er echt niks past. Dan ga ik 2 van deze stempeltjes boven elkaar doen. Jarig. En genieten. Zowaar een paar van jullie opmerkingen zien. Dat is 1. En nog eentje te gaan. Want ik zit alweer aan het einde van mijn tijd, zie ik. Het gaat allemaal zo verschrikkelijk hard. Ik maak hem toch heel even af. Dan heb ik hem nou van me af. Ah, Yvonne. Oh, dankjewel, Viola. Ik kan jullie zien. Yay. Dat kijkt al net even wat gezelliger. Ja, ik kan jullie zien. Heel fijn. Toch nog op de valreep. Dat ik jullie nog heel even kan meekrijgen. En dat vind ik wel echt heel erg leuk. En nou, de laatste. Dan weer de handtekeningen wel leuk. En dan maken we er nog een vlindertje op. Die handtekening ook echt zo onwijs leuk. En nog even de cirkel. Zo.
die cirkeltjes zijn ook hele leuke accentstempeltjes. Die heb ik overal weer op en bij gebruiken. Nou, de laatste erop. Ja, dan denk ik dat ik hem zelf echt wel heel erg leuk vind. Zo. En nou even kijken wat we... Want dit is niet leuk omdat het te donker is. En nou ben ik niet zo slim geweest. Kijken of ik hem er nog af krijg. Nee. Want die had ik beter eerst even erop kunnen plakken. En dan de zijkanten weg kunnen knippen. Ik ga hem nu eventjes moeilijk doen. Dan kijken of ik het voor elkaar krijg. Om het dan even professorisch. Op deze manier te doen. En ik denk dat het lukt. Kijk. Ja, dat lukt ook. Nou, helemaal mooi. Die er in zijn geheel overheen. Ja, helemaal goed. Nou, dan is het eigenlijk nog een kwestie van het plakken van de postzegels op de slimlijn. En dat ga ik zo wel even doen, want ik zie dat ik eruit moet. Maar ik laat hem gewoon alvast even zien zoals ik hem ga lijmen. Dan is dit de kaart. De stans, die weet ik niet of die uitverkocht is. Als de postzegelstans uitverkocht is, dan is hij waarschijnlijk nog wel te verkrijgen. En dan is het natuurlijk aan de Hobbyvision of ze hem weer inkopen. Maar ik kan me haast niet voorstellen van niet. Want het is een veel te leuke stand om voor van alles en nog wat te gebruiken. Maar dit is in elk geval de kaart zoals ik hem in gedachten had. Ik ben blij dat het ook geworden is zoals ik hem in gedachten had. En dan, nou, sorry voor de, ja, het gedoe met Facebook. Ik kon niet helemaal meelezen, maar ik was blij dat jullie er toch bij waren. En ik zie jullie heel graag een volgende keer. Dat zal volgende week vrijdag zijn, dacht ik uit mijn hoofd. Maar ik weet niet meer zeker. Tot de volgende keer. Doeg, doeg! Ja, mooie kleuren, hè, Dineke, vind ik ook.